Wat doe je als je ruzie hebt met de examencommissie over bijvoorbeeld een tentamen? Of als je overhoop ligt met je huisbaas? Dan is het SOOZ een soort juridisch punt voor alle Zoolse studenten er om je te helpen. De balie zat tot voor kort in de Praupstraat, maar zit sinds gisteren in Hogeschool Winnesheim. En bij een verhuizing hoort natuurlijk een officiële opening. Ik verwacht nu heel veel van die flitsers, maar ik zie helemaal geen camera's, dus knip maar gewoon door. Het ziet er allemaal belangrijk uit, maar wat is en doet het SOOZ nu eigenlijk? Het SOOZ is een organisatie die 30 jaar geleden is opgericht, omdat de gemeente en de onderwijsinstellingen het zat waren om met allerlei losse studentenorganisaties te praten. Nou, en daarnaast hebben we nog een taak erbij gekregen in de loop van de jaren, en dat is gewoon alle studenten vertegenwoordigen bij de gemeente, bij de 8 onderwijsinstellingen, bij de woningcoöperaties, eigenlijk bij alles. En wat doen jullie dan precies? Ja, je kunt je voorstellen dat we bijvoorbeeld proberen met de woningcoöperaties eruit te komen dat er misschien nog wel wat nieuwe studentenhuisvesting bijgebouwd moet worden. Nou, dat is nu inmiddels zijn er een aantal mooie flats uit de grond gestampt. Je kunt je voorstellen dat we op Windesheim over allerlei dingen onderhandelen, van het profileringsfonds tot tentamenregelingen. We nemen ook klachten bijvoorbeeld heel vaak in ontvangst en daar gaan we er ook wat mee doen. Nou, en daar is deze balie een heel mooi initiatief van. Oké, en hoe gaat het dan precies in zijn werk als ik een klacht heb, bijvoorbeeld over de examencommissie, dan kom ik hier en dan? Het idee is dat de studenten hier aan de balie komen en inderdaad gewoon vertellen wat hun probleem is. En dat er mensen achter de balie zitten die weten hoe die procedures werken. En wat voor mensen zijn dat? In principe zijn het studenten van hbo-rechten, maar dat kunnen ook ervaren medezeggenschappers zijn of andere studenten die gewoon heel veel hebben met onderwijs en onderwijsrecht. En als ik hier kom met mijn probleem over bijvoorbeeld de examencommissie, wordt die dan gegarandeerd opgelost? Nee, we garanderen uiteraard niks en we zijn maar studenten. Dat zeggen we er ook heel duidelijk bij. Je moet niet gaan denken dat we hier volleerde advocaten achter de balie hebben zitten. Het zijn studenten voor studenten. Dus je moet altijd goed nadenken wat je zelf doet. Daar ben je altijd nog zelf verantwoordelijk voor. Maar we proberen het zo goed mogelijk op te lossen en met zoveel mogelijk informatie die we hebben. Dus we helpen je, maar we garanderen niks.